Ik word wakker omdat ik iets hoor. Het geluid houdt aan. Bunkeralarm. Mijn lijf krijgt een stoot adrenaline en staat direct naast mijn bed. Mijn hart klopt stevig en nadrukkelijk. Mijn hoofd blijft echter helemaal helder en leeg. Geen gedachten, alleen maar bewustzijn bij waar ik nu mee bezig ben. Ik stap met mijn blote voeten in mijn kisten, trek de broek omhoog en maak de fetus van mijn kisten vast. Over mijn slaap-t-shirt gaat mijn groene kooltrui en mijn gevechtsjas. Ik maak mijn beenholster vast aan mijn riem en mijn been en til moeiteloos het 13 kilo zware vest over mijn hoofd. Een halve minuut later loop ik in stevige pas naar het bunkercomplex. Altijd lopen, nooit rennen, hoor ik de instructeur van het explosieve opruimingscommando zeggen.